Dat betekent dat 9 uur is. Welkom bij Top Names. Wederom vanuit de verschillende huizen. Die van Stekel ziet er mooi uit. Stekel, gezellig bij je, man. Ja, ik zit op kantoor. En ik heb de houtkachel aangedaan, want het is koud buiten. En het is niet gezellig hier, hoor. Want ik zit hier in mijn eentje. Ja, dat vind ik wel mijn grote makker. Daar hebben we het straks nog eventjes over. Martijn Wijdmans, jij bent van Tripetto. Gaan we zo over praten. Waar zit jij? Ook thuis, bijna in mijn eentje, maar hier in Amsterdam, net buiten de ring. Hey, Tripetto is een tool waarmee je makkelijk informatie kunt ophalen bij gebruikers. Zo omschrijf ik het zelf. Hoe noem jij het als je het op een feestje moet uitleggen wat je doet? Ja, meestal zeg ik, omdat het zo lekker bekt en meteen het kader een beetje schetst, het is een tool à la Typeform en SurveyMonkey. Dus een form- en survey tool. Dan laat ik een heleboel hele mooie, sprankelende, kenmerkende kanten van het product weg. Maar dan hebben de meeste mensen meteen door waar het ongeveer over gaat. Ja, en als je het dan aan je oma moet uitleggen, of ik weet niet of je nog oma's hebt. Maar, ja, dan heb ik altijd een hele makkelijke brug. Want er zijn een aantal van de voorgangers van ons allerlaatste product. Dus we hebben al eerder form- en survey tools gemaakt. En die worden over het algemeen ingezet door organisaties in de gezondheidszorg. En dan vooral onder ouderen. Om hun kwaliteit van leven te meten. Dus in veel gevallen zijn bijvoorbeeld mijn ouders of de ouders van mijn vriendin in aanraking geweest zonder dat ze dat wisten met een product van onze hand. Okay, maar dan leg je eigenlijk uit, als je een formulier moet invullen op een website, ja, en daar gegevens moet achterlaten, dan zou het zomaar kunnen dat wij dat hebben gemaakt. Ja, zo leg ik het dan uit. Ja, dat klopt. Ja. Hey, als we even naar het begin gaan, hè? Altijd een fascinerend ding. Waarom doen mensen wat ze doen? Als ik af en toe dat ik op de snelweg rijd en ik zie van die busjes rijden en ik zie bedrijven wat die dingen doen, denk ik, hoe ben je hier ooit aan begonnen? Ja. Hoe is dat bij jullie? Hoe is dat bij jullie begonnen? Hoe ben je ertoe gekomen om tools te gaan bouwen die hierbij helpen? Ja, per ongeluk. Wij hebben in 1999 een bedrijf gestart dat zich toen specialiseerde in het maken van content management systemen. Dus eigenlijk systemen om websites, intranetten en zo te beheren. Dat bedrijf bestaat nog steeds, hebben we dus ook nog draaien. En ergens een jaar of, ik zat het vandaag te berekenen, ik denk misschien wel 14 of 15 jaar geleden raakten wij in contact met een organisatie in de gezondheidszorg toevallig. Die op zoek was naar een enquête tool, maar er zaten een aantal eigenaardige kenmerken aan, waardoor zij niet terecht konden bij de gevestigde orde. Hè. Denk aan SurveyMonkey, toen de tijd al, en misschien nog 1 of 2 andere klinkende namen. En toen werden wij via ons resellernetwerk van dat andere bedrijf dus wat we hadden benaderd om eens aan tafel te gaan, om te kijken of we daar iets op maat voor zouden kunnen ontwikkelen. En daaruit is eigenlijk onze eerste enquête tool voortgekomen, die in de loop der jaren daarna is doorontwikkeld en een veel groter platform is geworden, waardoor we op alle ideeën zijn gekomen die we nu hebben geprobeerd te vatten in Tripetto. Waar gebruiken mensen het voor? Eigenlijk van alles. De klanten in ons andere bedrijf die specialiseren zich veel in gezondheidszorg, moeilijke vragenlijsten, maar eigenlijk in Tripetto, waar we dus onze tools hebben ontwikkeld, zien we van allerlei use cases. Jazeker, geavanceerde use cases, diepgravende vragenlijsten met veel slimme stappen, met logic en flows. Maar ook contactformulieren of een afrekenmodule of noem het eens even een aanmeldingsformulier voor een evenement. Dus eigenlijk van alles wat. Van heel makkelijk tot best wel ingewikkeld. Ja, Erwin zei... Het is altijd lastig, hè? Remote. Gaan we door elkaar heen praten. Vragen. Ja. Erwin zei aan het begin al dat, dat ik het... Ik ben een tevreden klant. Ik heb het jullie... WordPress plugin, want die hebben jullie ook gebruikt om op de website van een project wat Erwin en ik samen doen, de Sport Innovatie Studio, een formulier neer te zetten. Ja. Een van jullie concurrenten, denk ik, is Typeform. Mm-hmm. Dat gebruikten wij daarvoor. En wat mij nou als eerste opviel, is daar moest ik €40 in de maand voor betalen.
om dat te gebruiken. En dat hebben we toen genomen omdat je binnen hun omgeving, jij noemde dat flows, voor wie dit niet snapt, dat je vragen kunt stellen aan mensen en afhankelijk van wat ze antwoorden, komen ze in een andere flow in het formulier. Hè? Dus dan krijg je andere vervolgvragen. Dus dat is intelligentie, denk ik, wat jij ook daarmee bedoelt. Zeker. Dat hebben jullie ook, maar het eerste wat me opviel is, jullie zijn gratis. Tijdvorm kost €40 in de maand. Vond ik nogal een verschil. Ja, dat is een belangrijk verschil. En nog een ander belangrijk verschil, dat stipte je zelf al even aan, maar dat wil ik heel nadrukkelijk toch nog een keertje onderstrepen, is in Typeform, maar ook andere gevestigde de tools van gevestigde partijen, zie je dat er wel mogelijkheden zijn om logic flows te maken. Hè? Met logic flows bedoel ik eigenlijk gewoon vraag 2c leidt tot vraag 6. Of andere logische stapjes die je dan inbouwt om een formulier voor de respondent uiteindelijk een stukje krokanter en korter te maken om to the point te komen. Nou, in de meeste producten zit dat achter een betaalmuurtje. Of het is ingewikkeld of allebei. En daar zit hem bij Typeform dus onder andere ook een beetje de crux. Typeform kost sowieso geld als je geavanceerdere dingen wilt doen. Al helemaal als je meer dan 2 of 3 van die sprongetjes wil gaan opnemen. En de reden waarom wij op dit moment het product gratis aanbieden is eigenlijk omdat we toewerken naar een wat wij noemen feature parity. Hè? Dus een soort van functionaliteitsgelijkheid met de gevestigde orde. Maar daar zijn we, vinden we op een aantal vlakken nog niet. Op een aantal vlakken zou ik ook wel heel brutaal durven stellen, zijn we een stukje verder. Maar over het gemiddelde genomen vinden we dat we nog een paar slagen moeten maken. Tot die tijd zijn we super blij met al onze gebruikers. Willen we ook al hun feedback graag verwerken in het product, maar vinden we dat we er ook geen geld voor kunnen vragen. Maar we hopen natuurlijk, daarom zijn we het bedrijf begonnen, dat er zich wel een moment aandient dat we in ieder geval die gelijkheid bereiken en dat mensen ook bereid zijn om te betalen. We zien al wel signalen hoor, want mensen benaderen ons wel eens om te vragen waarom mag ik niet betalen? Halen jullie dadelijk de tool opeens uit de lucht omdat jullie nooit geld hebben verdiend? Het is dus wel degelijk de bedoeling om dat uiteindelijk te gaan doen. Hey, als je dat, diezelfde zorg had ik, want ik heb ook wel eens een keertje bij je aangeklopt en ik ben een veel gebruiker van tools in de wereld, dus ik weet hoe dat gaat. En als je naar alle tools kijkt die goedkoop begonnen zijn, op een gegeven moment nu toch allemaal €60 per maand aan het worden volgens mij. Kennelijk valt het nogal niet mee om in de wereld een kleine niche te vinden van betalende mensen. En dan zoeken mensen de oplossing in de prijs omhoog. Ja. Maar je vertelt dit zo rustig. Gaat je andere bedrijf eigenlijk zo goed dat je die rust kan nemen? Ja, we hebben toen we met Tripetto begonnen gezegd, we komen met een hele zak met ideeën vanuit een omgeving waar we echt heel duidelijk van weten, daar zitten de manco's in de producten, daar moeten we op verbeteren. Dus we hebben heel conscientieus een plan gemaakt, we hebben een budget vrijgemaakt en we zijn ervan uitgegaan dat we waarschijnlijk langer dan ons lief is bezig zouden zijn, dat er wat tegenslagen zouden komen en we hebben ervoor gezorgd dat de middelen die we daarvoor nodig dachten te hebben er zouden zijn. En we hebben ervoor gekozen om in dat stadium wat we eigenlijk nu grotendeels achter ons hebben, ook geen externe financiering aan te trekken, juist om te zorgen dat we geen... niet te veel shortcuts zouden nemen, waardoor het product misschien uiteindelijk aan kwaliteit zou inboeten. Dus nee, ik maak me over onze eigen positie op dit moment geen zorgen. Natuurlijk wel om een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld ook de gebruikers die we hopen naar Tripetto te lokken en lange tijd aan ons zouden willen binden. Ik hoop dat zij het allemaal ook redden in deze moeilijke tijd. Ja, wat ik wel een lastige altijd vind, even los van... dat ik eigenlijk eerst moet zeggen dat ik het met je eens ben hoor. Dat het maar afwachten is hoe dat de komende tijd natuurlijk zal gaan. Wat ik wel altijd een lastige vind is, dat hintte Erwin net ook een beetje. Tool-gebruiker. Je gebruikt het nu gratis. Op termijn wil je toch natuurlijk geld gaan vragen voor, ik neem aan, bepaalde features. Het zal wel een freemium model worden, zoals de meeste dingen. Hoe ga je dan om met je bestaande gebruikers? Heb je daar een idee over hoe je dat gaat doen? Ja, dat vind ik een hele valide vraag, want ik denk dat we allemaal wel eens van een product gebruik hebben gemaakt waar je enthousiast over was en waar je eigenlijk de ondernemers erachter een warm hart toe droeg waardoor je het op zich niet erg vond om te betalen, maar niet opeens de volle map of niet iets heel onverwachts. Wij hebben eigenlijk, maar ja, daar moet je ons nog niet op vastpinnen, maar wel met elkaar afgesproken, en dat communiceren we ook aan mensen die diezelfde vragen aan ons stellen. We hebben afgesproken dat we early adopters, dus mensen die nu gebruik maken van Tripetto en daar nog niet voor betalen, maar wel enthousiast zijn, feedback met ons delen, mensen die ons een warm hart toedragen, dat we die op dat moment niet gaan vergeten.
Het gaat ook niet om dermate aantallen dat het voor ons een enorm verlies zou zijn om hen op die manier tegemoet te komen. Hè. We moeten natuurlijk nog heel hard groeien. Dat gaan we ook doen door alle verbeteringen en alle feedback te verwerken. En dan mogen de nieuwe mensen met de verbeterde versies hopelijk op een punt komen dat ze willen gaan betalen. Ja, maar moeten we dit dan, de fase waarin jullie nu zitten, moeten we dat eigenlijk wat dat betreft als een soort testfase, een open beta of weet je hoe je het ook wilt noemen, beschouwen? En hoe lang gaat die duren? En geef ons eens een indicatie van hoeveel gebruikers je nu dan hebt en wat je groeiplannen zijn. Ja, precies. Nou, testfase in die zin, we zijn aan het uittesten welke aspecten van het product het best bevallen bij gebruikers en welke we echt nog moeten verrijken of verbeteren. Het is geen testfase, om misverstanden te voorkomen, in de zin dat het product instabiel is of onbetrouwbaar. Het draait gewoon volwaardig. Je kunt van alle functionaliteiten gebruik maken. Er komen ook op hele korte termijn, ik hoop dat we zo nog tijd hebben om dat even te benoemen, een stevig aantal grote verbeteringen bij die ons in de afgelopen periode zijn aangedragen door de eerste gebruikers van het product. Dus dat is heel gaaf. Maar ja, deze fase is wel spannend. We weten niet precies hoe lang die gaat duren. En ik heb al gezegd, voor ons zou eigenlijk de eerste reden zijn om na te denken over een betaalmodel op het moment dat we vinden dat we op die puntjes waar we nu nog niet gelijkwaardig zijn aan gelijksoortige producten, als we die puntjes hebben ingevuld. Maar we vinden het niet erg als dat in een halfjaartje langer of korter duurt. Helemaal niet. En ik denk dat ik ook graag, ik moet ook benadrukken, een reden van bijvoorbeeld bedrijven als Typeform en andere is om veel geld te vragen. Ik vind het ook duur. We bekijken die prijzen vaak. Is natuurlijk omdat er een enorme organisatie achter wordt opgetuigd die echt niet alleen maar bezig is met het doorontwikkelen van techniek. Sterker nog, in het geval van Typeform weet ik bijvoorbeeld dat daar heel veel mensen support leveren, bezig zijn met marketing en dergelijke. En er zit heel veel investeringsgeld achter. Dus je moet op een gegeven moment heel snel heel veel klanten verzamelen die allemaal laten betalen. En het hele nare kenmerk van tool en van survey en form tool gebruikers is toch wel dat ze juist niet zo heel graag willen in maandelijkse bedragen. Willen denken in maandelijkse bedragen. Want bijvoorbeeld Typeform heeft veel studenten of andere mensen die voor onderzoek tijdelijke vragenlijsten hebben. En waarom zou je een jaar lang betalen voor een vragenlijst die misschien maar een paar weken online staat. Dat voelt niet goed. En we hebben geprobeerd om de infrastructuur van ons product zo te maken dat de serverbelasting en dus de infrastructuur relatief laag is. We hebben externe investeerders voor ons nog buiten de deur gehouden. Dus we kunnen het redelijk lichtvoetig uitvogelen. Terwijl we nu bezig zijn. En wat ik dan niet snap, Martijn, is wij spreken veel met start-ups, we spreken ook met mensen die met start-ups helpen. En dan hoor je eigenlijk best vaak, ga gewoon vroeg geld vragen. En want dan weet je dat mensen geld voor over hebben. Want jij zegt, wij willen even goed zijn als Typeform. En Typeform ontwikkelt ook door. Dus jij bent nu Typeform aan het inhalen. En Typeform is straks weer een stap verder, zeg maar. Weet je wel, is dat... Ik zou zeggen, ga gewoon geld vragen nu. Dit is het moment om aan te dragen dat het product waar we het nu over hebben en product... Nee, ik moet het anders zeggen. Roeland heeft net gezegd dat hij het product, dat hij een formulier heeft gemaakt met onze WordPress plugin. We hebben ook een gratis SaaS oplossing. En we hebben een product dat eigenlijk op developers gericht is. Dus om te zeggen, er wordt helemaal geen geld verdiend, dat is niet waar. Als ik het volledige verhaal vertel, hebben we eigenlijk een product voor iedereen, wat wij noemen de SaaS Studio. Daar kunnen mensen naartoe op tripetto.app, gratis formulieren bouwen, resultaten verzamelen, exports maken en lekker door blijven gaan zonder dat ze hoeven te betalen. Maar van de WordPress plugin hebben we twee versies. Ook een gratis versie, maar ook een versie met premium functionaliteit waarvoor mensen dan een tientje per maand betalen, om dan het maximale uit die plugin te halen. En voor de developer propositie, daar hebben we eigenlijk ons product wat in WordPress zit en het product wat in de studio zit uit elkaar gehaald. En dat zijn losse componenten die ontwikkelaars bijvoorbeeld in hun eigen applicaties kunnen inbakken. Ja, en daar gelden andere licentiestructuren. En dat is ook een inkomstenbron voor ons op dit moment. Het is allemaal niet genoeg om de kosten te dekken, maar we zijn dus al wel degelijk bezig met het experimenteren van waar kunnen we welke bedragen vragen en wat vinden mensen daarvan. Even, want het is ook wel leuk om even wat meer de diepte in te gaan qua functionaliteit, hè, en wat jullie precies doen. Maar dat begint bij mij toch een beetje altijd met de vraag,
waarom je dit bent gaan doen. Dus ja. Er zijn enorm veel aanbieders van dit soort tools, formulieren. Er zijn misschien wel 20 WordPress plugins als je een formulier op een website wil embedden. En je noemt zelf al Typeform, maar er zijn zeker nog, ik ken al 3 of 4 concurrenten daar weer van. Waarom ben je dit gaan doen? Ja, goede vraag. De meeste mensen die vraag stellen, die zeggen er daarna dan ook bij van, joh, het is geen vernieuwend product, want het bestaat al. Dat zei ik niet. Nee. Maar meestal als ik deze vraag krijg, dan stel ik de vraag aan mensen terug, maar waarom vind je dat belangrijk? Of waarom zou dat een obstakel zijn? En dan kom je vaak op het punt uit dat mensen denken van, er is al zoveel, dus daar kun je onmogelijk onderscheidend in zijn. Maar wij hebben eigenlijk juist gezien, gedurende die periode dat we nu bezig zijn, 13, 14 jaar, waar eigenlijk de smaakmaker zit. En welke technische redenen er eigenlijk zijn geweest tot bijna op de dag van vandaag, dat mensen dat niet hebben kunnen kraken. En ik heb nog één deel van het product niet verteld. En dat is eigenlijk meteen die smaakmaker waar ik het over heb. Wij vinden dat een echt formulier, zoals bijvoorbeeld Typeform, SurveyMonkey, maar ook Landbot, ze door hun gebruikers wil laten maken, dat moet conversational aanvoelen. Dat woord heb je vast wel eens ergens gelezen. En het wil zoveel zeggen als dat je mensen in een formulier trekt om de response rates hoog te houden. Maar een belangrijk aspect daarvan is hoe het eruit ziet en hoe het voelt. Maar even belangrijk, of misschien zelfs wel belangrijker vinden wij, is dat je in dat formulier als respondent het idee ontwikkelt van, hey, deze vragen worden persoonlijker. Ze worden doelgerichter, ze graven dieper in mijn geval door dan ik misschien normaliter gewend ben. En dat je dus slim vragen overslaat. En het bouwen van die logic gaat in de meeste tools, ook onze oude tools uit het oude bedrijf, heel simpel. Je gooit alle vragen in een lijst. Dit moet jullie bekend in de oren klinken. En dan vervolgens ga je met spaghetti-draadjes vraag 2C aan vraag C verbinden. En al die verbanden onderling een beetje leggen. En zodra je dan die lijst hebt, denk je, nu werkt het. Maar als je dan een dagje gaat, als je een nachtje slaapt, je komt terug, is het overzicht kwijt. Of je gaat schuiven met blokken en het valt als een kaarthuis in elkaar. Lang verhaal kort, wij hebben een 2D tekentafel gemaakt waar je je blokjes op verschuift. Je kunt niks op de verkeerde plek loslaten. Dus het werkt magnetisch, het werkt assistief zoals wij noemen. En je bent daar daadwerkelijk de flows waar ik het net over had aan het tekenen. Dat maakt het veel leuker, het overzicht is makkelijker en het is super uitdagend, want het dwingt je eigenlijk op een hele speelse manier om juist met flows te gaan werken, zonder dat je ervoor betaalt. Dat is de hele truc. En omdat wij dachten, dat kunnen we, daar zit de smaakmaker, dat is het ei van Columbus, zijn we er toch ingesprongen. In de wetenschap dat er, want jij noemt net kleine, het zijn er honderden, het zijn er echt honderden. Dat er dus talloze concurrenten zijn. Maar het grappige is, en dat is een anekdote, niet lang nadat wij, het kan toeval zijn, dat wij onze 2D tekentafel introduceerden, dus de studio, de SaaS oplossing vorig jaar zomer, vorig jaar april, zagen we in Typeform opeens een beta knopje verschijnen met daarachter het woordje Logic Map. Dus de gedachte van zo'n 2D visualisatie voor flows, ja, die is op zich niet vernieuwend, maar dat je kunt bouwen, dat je uitsluitend bouwt op zo'n 2D tekentafel en dat die tekentafel eigenlijk slimmer is dan jij en weet waar je blokjes kunt loslaten en waar niet, dat heb ik nog nooit gezien. Hey, wat zijn gebruiken, wat zijn toepassingen waar jij vrolijk van wordt? Want je maakt het voor je gebruikers. Waar word je vrolijk van? We hadden wel een duwtje in de rug nodig bij het idee van we maken die tekentafel. We moesten wel weten dat er echt dat het idee gevalideerd was. Dus waar wij heel warm van worden zijn organisaties in de gezondheidszorg. Jullie spreken straks Ines van DigiDoc. Nou, ik zag op hun website dat zij zich specialiseren in de digitalisatie van triage en anamnese. Nou, ik zie daarin een super belangrijke use case voor Tripetto, want de digitalisatie van dat soort processen doe je met hele slimme formulieren. Dus waar word ik warm van? Dat zijn bijvoorbeeld industrieën zoals gezondheidszorg, die enorm verbeterslagen en misschien zelfs wel kostenbesparingen kunnen behalen door dit soort dingetjes te digitaliseren. En we zien ook op CRISP deze weken veel mensen aan de slag met COVID-vragenlijsten die ons benaderen. Hey, hoe kan ik het slimst een lijst maken waardoor mijn respondenten weten of dat ze misschien het risico hebben gelopen dat ze besmet zijn met het coronavirus en dat soort dingetjes. Dus natuurlijk word ik helemaal niet blij van het feit dat
bestaat. Maar dat de tool er is waardoor nu tientallen, honderden mensen, misschien wel duizenden, dit soort vragenlijsten kunnen maken om het voor hun familie of voor hun klantenkring of voor hun patiëntenbestand mogelijk te maken om heel snel erachter te komen of er misschien iets niet pluis is. Ja, dat doet ons hart wel sneller kloppen. Ja. Vragen stellen doen we allemaal de hele dag, hè? Wat kun je daarna met, op welke manier kun je daarna met de antwoorden iets doen? Wat leveren jullie daarvoor? Eigenlijk niks. Zoek het maar uit. We hebben het een paar keer over Typeform gehad, zijdelings even over Landbot en allerlei soortgelijke producten. Nu kunnen we het over SurveyMonkey hebben, want wat SurveyMonkey heel nadrukkelijk wel heeft gedaan, die zijn al wat langer bezig, daar zit ook heel veel geld achter. Die hebben best wel veel functionaliteit voor analyse en rapportage in hun platform gebouwd. Maar wat wij eigenlijk vrij vroeg zagen was dat het heel erg moeilijk is om van tevoren voor al onze gebruikers te bedenken wat voor rapportages zij wel niet zouden willen kunnen gebruiken. Dus we hebben gezegd, dat doen we niet. We zorgen ervoor dat alle data die mensen met de slimst mogelijke vragenlijsten gemaakt in Tripetto kunnen verzamelen, dat die zich heel makkelijk in een CSV-bestandje laat downloaden, waardoor het vervolgens naar allerlei tools kan. Van Excel tot SPSS en weet ik wat voor tools allemaal waar je dan mee aan de slag kan. Want mensen zijn daar toch over het algemeen, ook als ik kijk naar onze vaste klanten in het andere bedrijf, die zijn helemaal thuis in hun eigen gespecialiseerde tools om juist dat soort slagen te maken. Dus daar moeten wij eigenlijk niet in hun vaarwater willen zitten. Ja. Dat is wel grappig, want dat onderscheidt je in ieder geval inderdaad van een aantal andere tools op dit gebied. Ik ben het daar overigens wel mee eens als gebruiker. Want met die keuze, want je ziet toch dat de analysemogelijkheden die je krijgt nooit exact passen op wat jij zoekt. Omdat elke use case is daar eigenlijk natuurlijk anders. En als je een CSV-bestand of je kunt het in een Google Form of iets dergelijks laten lopen, dat is eigenlijk al voldoende. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat dat een goede keuze is. Ja. Pak even een vraag erbij van Jan van der Sluis. Grote vraag, Jan. Zo'n grote vraag hebben we nog niet in beeld gehad. Joh. De helft van het scherm. Ja. Maar goed, dat is goed. Dat is goed. Dankjewel, Jan. Ja, Jan zegt, ik hoor een mooi verhaal over een conversational ontwerp. Opvallend, vind ik, is dat het voordeel vooral bij de ontwerper zit. Ik zou verwachten dat conversational ook vooral interessantere formulieren van gebruikers oplevert. Ja. Op welke wijze zit dat hierin? Het voorkomen van fouten en saaie formulieren en dus non-respons. Ja. Ik weet niet of dat ik de vraag helemaal goed begrijp, maar ik denk dat hij bedoelt, je kunt hele slimme flows maken, hè? Dus in Tripetto op dat 2D-bord kun je natuurlijk de meest ingenieuze stroomdiagrammen maken, maar het moet er uiteindelijk aan de voorkant ook wel uitnodigend uitzien. sorry, dat hoor ik vaker. Nee, jij niet, het ging over hemzelf. Oh, oké. Okay. Oh, dit was Jan, dat was zijn lange vraag net. Oké, okay, gelukkig. Reactie op zichzelf. Ja, nou mooi. Maar daar vinden wij eigenlijk dat. Ik ga het zo doen. Een van de belangrijkste verbeteringen die wij binnen nu in een paar weken gaan introduceren, is de mogelijkheid om in die SaaS-studio van ons, in de tool, maar ook in de WordPress-plugin vanzelfsprekend, te kiezen tussen een Typeform-achtige presentatie van de formulieren, maar ook een wat wij noemen klassieke visualisatie van formulieren, waarin je eigenlijk gewoon van boven naar beneden alle veldjes weer even netjes te zien krijgt, zoals je dat misschien van oudsher gewend was. En een mogelijkheid om datzelfde formulier in de vorm van een chatgesprek weer te geven met ballonnetjes over en weer. En terwijl je dus dat formulier maakt in Tripetto, in de studio, heb je rechts in beeld altijd het previewscherm. En in dat previewscherm ga je straks gewoon, terwijl je aan het bouwen bent, kunnen wisselen om te kijken welk van die smaakjes je het meest vindt passen bij het type gesprek wat je met je respondent wil aangaan. In sommige gevallen zijn het misschien wat oudere gebruikers die je afschrikt als het te snappy is, dus dan kun je kiezen voor een klassiekere benadering. En in sommige wil je echt ultiem conversational zijn en misschien zelfs wel de indruk wekken dat er echt een persoon achter zit. Hoewel mensen daar over het algemeen wel doorheen prikken, maar je kunt die indruk willen wekken en dan kun je dus kiezen voor een chat variant. In die zin leggen we die keuze ook weer liever bij de gebruiker van het product dan dat wij zeggen het moet per se in dat stramien, in dat keurslijf.
Maar ik denk dat Jan ook vraagt van, kijk, jullie kunnen zeg maar de tools aanreiken. Ja. Maar ja, daarna, weet je, als ik een slechte vraag in stop, dan komt er nog niks uit. Of als ik leading questions stop, doe je er ook wat mee? Helpen jullie een beetje? Dan moet ik een beetje preken voor eigen parochie. Wat we zien met de gebruikers die ons benaderen, die dus echt vragen hebben of even vastlopen of suggesties willen aandragen, die bezig zijn op dat tekenbord, die zeggen, het was best even een leercurve, hè, geen dagen, maar best even een leercurve. Maar toen ik het door was, gingen bij mij de luiken open en leerde ik op een andere manier kijken naar hoe ik een formulier aantrekkelijk opbouw voor een respondent. Sommige mensen zeggen zelfs, ja, ik ging het bouwen zoals ik het aan mezelf voorgelegd zou zien willen hebben. Dus ik maak vaker gebruik van een sprongetje. Ik hou het wat korter van stof bij de makkelijke vragen. En ik graaf wat dieper bij de... Dus het wordt eigenlijk leuk door die tekentafel. En omdat je eigenlijk niks kapot kunt maken om een beetje te experimenteren met die flow. Want je hoeft het niet in één keer goed te doen. Je kunt gewoon blijven spelen tot het klopt. Ja. Hey, je zei eerder, maar ik denk dat je dat nu net gedaan hebt, maar ik wil je toch nog eventjes vragen. Je zei van, hopelijk heb ik straks even de tijd om te vertellen wat eraan zit te komen. Was dat die optie die je net noemde of zijn er andere dingen die je wilde delen met de gebruikers? Dat is een hele belangrijke, maar een ander punt van kritiek of hoe zeg je dat, constructieve feedback dat we kregen is dat de stijlmogelijkheden die er nu in zitten te beperkt zijn. Nou, dat vinden we zelf ook, dus er komt een hele sterke verbetering van de stijlmogelijkheden. En er komt een functionaliteit waarmee je eigenlijk de knopjes en de labels in de formulieren ook kunt vertalen. We hebben eigenlijk veel meer gebruikers, bijna uitsluitend gebruikers uit het buitenland, dan dat we Nederlandse gebruikers hebben. Dat is verrassend en heel leuk. En dan zie je dat bijvoorbeeld Duitsers en Fransen er toch aan hechten om die labeltjes en die knopjes niet in het Engels, maar in hun eigen moedertaal te vertonen. Dus dat lossen we op. Plus het feit dat we ook best wel veel suggesties rondom de vraagtypes hebben gekregen. We bieden nu een set van vraagtypen aan. Daar moeten er echt een paar bij komen. En we weten nu heel goed welke de gebruikers tot nu toe het belangrijkst vinden om toe te voegen. Dus dat gaan we ook op korte termijn doen. Ja, wat zijn je ambities voor de komende 2 jaar? Waar sta je? Ik zou het persoonlijk, maar dan weet ik niet dat ik namens het hele team spreek, maar ik denk het haast van wel. Ik zou het heel fijn vinden als wij een kritieke massa weten te bereiken, waardoor het ambassadeurschap, zoals Erwin dat eigenlijk wel een beetje voor ons vervult. Hij is een enthousiast gebruiker, heeft al een paar keer feedback gegeven. Mensen via hem komen in contact met ons. Dat is voor ons, kost bijna niks. Ja, een beetje tijd en energie, maar vervolgens de verkoopkracht en de aanbevelingskracht die ervan uitgaat is heel groot. Dus ik zou dat eigenlijk in het groot willen zien, waardoor wij eigenlijk in ultimo nooit extern geld zouden hoeven aantrekken. Want ik denk dat het product kwalitatief gezien zo goed is als het nu is, omdat wij gelukkig tot op dit moment helemaal vrij en autonoom hebben kunnen handelen bij de ontwikkeling. Die echt wel van tijd tot tijd vertraging opliep, echt wel pijn heeft gedaan her en der. Maar die er wel toe leidt dat het product nu is zoals het is. Want een heel belangrijk aspect hebben we nu nog helemaal niet belicht. Maar de techniek is ook zo ingericht dat het door externe ontwikkelaars in hun eigen software kan worden gefietst, zonder dat het herkenbaar is als een form- en survey tool. Dus bijvoorbeeld, ik zou heel benieuwd zijn, jullie volgende geïnterviewde is Ines van DigiDoc. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat jullie haar zo de vraag stellen, heb je naar de jongens van Tripetto geluisterd? En is dat nou echt waar wat Martijn zegt? Kunnen jullie met onderdelen van hun tooling in jullie digitalisatieslag slagen maken, vliegen slaan? Ja. Hey, we hebben afgesproken een half uurtje en dat zit nu bijna op. Dus de klok loopt bij mij door. 28 minuten en 35 seconden. Hey, ja. Ontzettend bedankt. Heel veel succes ermee. Wij zijn tevreden gebruikers. Dus we hopen dat we dat blijven. En we niet ineens verrast worden met gigantische prijzen die we niet... die we niet kunnen. En we bedanken zoals altijd Jetstream, PQR, Freedom Lab. En wie mis ik dan nog, jongens? Biertjes, hè? Bier & Co. natuurlijk. Dat zijn de sponsors van het programma in alle tijden. Wij sluiten hier tijdens de live-uitzending af. Gaan zo direct verder met de volgende uitzending. Je weet dat je al onze uitzendingen via fastmovingtargets.nl en YouTube kunt terugzien. Dank jullie wel, heren.